Een hele goede dag, welkom bij weer een nieuwe video. We werden vanmorgen wakker met goed nieuws, want Bitcoin heeft een nieuwe all-time high neergezet. En dat heeft er onder andere mee te maken met dat Trump natuurlijk hoogstwaarschijnlijk verkozen gaat worden als nieuwe president van Amerika. We zien de nodige prijsstijgingen in de markt en ook leuk om te zien dat die dynamieken waar we al die tijd over gesproken hebben, dat die langzaam tot uiting beginnen te komen. We zien dat alles weer groter in het nieuws komt. We zien de FOMO weer toenemen. Ik zie de berichten in WhatsApp weer voorbij komen van mensen die in één keer weer interesse hebben in de markt. En we zien dus ook dat terwijl Bitcoin enigszins pumpt, dat heel veel altcoins heel hard pumpen. Dus dat biedt perspectief. En toch wil ik jullie het op het hart drukken om rustig te blijven en dus het hoofd koel te houden. Want er zijn er nog niet, er moet echt nog wat gebeuren en er ligt ook nog een serieus risico op de loer. Dat en meer gaan bespreken in de video van vandaag. Blijf dus zeker kijken, laat er vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we snel van start met de video. Laten we lekker voor start gaan. Allereerst dus, ik denk toch wel de aanleiding voor de stijging die we momenteel zien. Zoals jullie weten, Trump is veel meer uitgesproken over Bitcoin en crypto. Ook veel meer pro-Bitcoin en crypto. En bij Harris is er nog maar de vraag hoe die precies beleid gaat bepalen omtrent crypto. Ze heeft wel wat uitspraken gedaan, maar het is allemaal heel vaag en als het een beetje in de lijn blijft als de afgelopen 4 jaar onder Biden natuurlijk, omdat het natuurlijk wel dezelfde partij is. Dat was natuurlijk best wel een project Chokepoint 2.0, waarbij dus in plaats van gewoon regelgeving werd gecreëerd, werd gewoon eerst allerlei rechtszaken werden aangespannen. Bedrijven werden gewoon lastiggevallen door de waakhond, de SEC natuurlijk. In plaats van dat er dus gewoon regels kwamen en dat ze zich daar vervolgens aan konden gaan houden. Dus het was eerst rechtszaken aanspannen en daarna pas kijken van oké, hoe kunnen we dit het beste oplossen? En dat is gewoon niet the way to go. Het is heel slecht voor de industrie in Amerika. De cryptomarkt is ook heel groot in Amerika. Niet alleen qua markt zelf, qua volume natuurlijk, maar ook de bedrijven die daar gevestigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Coinbase, denk bijvoorbeeld aan een Kraken, maar ook Tether, de stablecoin die gigantisch groot is. Dus het heeft gewoon veel impact op wat daar momenteel gebeurt en daarom wil je graag zien dat er meer een pro-crypto beleid gaat komen. En onder Trump kun je daar gewoon meer van uitgaan dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus je ziet ook dat de koers daarop reageren zodra het bekend werd dat Donald Trump waarschijnlijk, want het is niet 100% zeker, met de winsten vandoor gaat en dus weer de nieuwe president wordt voor de aankomende 4 jaar in Amerika. Persbureau AP stelt op basis van de voorlopige resultaten dat Trump er met de winst vandoor gaat in de zuidelijke swingstaten North Carolina en Georgia. De Republikein koestert daarnaast een kleine voorsprong op Harris in de swingstaat Arizona. Volgens experts heeft hij met de stemmen die daar nog moeten worden geteld betere kansen dan zij. Trumps zegens in North Carolina en Georgia betekenen dat Harris en de Democraten al hun hoop moeten vestigen op overwinning in alle 3 noordelijke swingstaten, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Dan zou Harris in theorie nog kunnen winnen, maar zoals momenteel de peilingen aangeven, gaat Trump op al die staten ook aan de leiding. Dus de kans dat Harris nog gaat winnen is nihil, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. En Trump heeft zelf al uitgesproken dat hij heeft gewonnen. Dus dat is dan ook wel weer typisch Trump. Maar kortom, de kans dat Trump het niet gaat worden is gewoon vrij klein momenteel. En de koers is dat aan het inprijzen. En dat zien we dus onder andere door een flinke stijging. We keken prijsactie technisch natuurlijk ook gewoon omhoog. En niet alleen vandaag en ook niet alleen gisteren. Dat doen we al vrij lang. 11 september had ik deze video gepost, waarbij ik had aangegeven van als Bitcoin iets wil doen en we willen graag die bodem vormen, is het wel vanaf hier. Daarvoor moesten we een paar dingen doen, want we zaten onder, of eigenlijk tegen key resistance aan, die dagelijkse supply zone, maar wel de reclaim van deze low. Daarbij gaf ik aan dat als we hier lokaal weten te roteren en inderdaad een high neer weten te zetten en dus de grijze supply te invalideren, dan ga ik er persoonlijk vanuit dat we lokaal de low hebben gezien. Dan kunnen we hoog gaan testen en dan kunnen we op zoek gaan naar deze high rond die 65k. En ik heb ook heel duidelijk aangegeven, als we daar voorbij gaan komen, ja, dan moet het wel heel gek gaan lopen. Willen we niet 70.136 op gaan zoeken en een nieuwe all-time high. Omdat, dat heeft alles met het liquiditeitsplaatje te maken, dat vanuit die
Vanuit dat concept werkt onze strategie. Ons hele fundament van de strategie is gebouwd op liquiditeit. Je hebt hier de key low opgehaald. Je hebt key support teruggetest. Je hebt hier met deze wick ook hier alle liquiditeit opgehaald. Dat betekent dus dat je in principe, als je lokaal gaat roteren, wat we dus hier probeerden te doen, mag je op zijn minst kijken naar 70.136. Nou ja, we hebben allemaal gezien, dat hebben we dus opgezocht. En ik heb daarbij ook gezegd, omdat je hier al die opbouw van liquiditeit hebt, is de kans behoorlijk groot dat je door gaat schieten en dat je dus gelijk doorgaat voor een nieuwe all-time high. En dat is gewoon precies wat hier gebeurd is. Je kan alles terugkijken. Je kan de video's gewoon terugkijken. Sta je niet te veel blind op de titels en de thumbnails. Is natuurlijk ook om de aandacht te trekken. En dat scoort goed in het algoritme. Maar kijk vooral wat inhoudelijk wordt gezegd in de video's. En we hebben dus inderdaad op een gegeven moment hier die dagelijkse supply geïnvalideerd. Door je een higher high neer te zetten lokaal. Hebben nog een terugtestje gezien. Vervolgens zagen we een higher high. Nou gaat het eventjes iets opschonen. Dit is dan niet relevant meer. En wat we natuurlijk ook gedaan hebben, omdat we hier op een gegeven moment een high, een low, een higher high hebben neergezet, hebben wij hier op dit orderblokje hier, hebben wij een entry genomen. Precies onze entry was de low, hè, rond die 59k. En daarna hebben we hem omhoog gespeeld, hebben nu 3 TP's in de pocket. De volgende TP ligt ergens rond de 79k, omdat wij gewoon de kans heel groot achten dat we dat op gaan zoeken. Dus wij zitten lekker in de plus, we hebben mooie winsten gepakt, op de trade natuurlijk, hè, langtermijn investeringen lopen gewoon door, de spot investeringen. En ook mooi dat ook wat we lokaal de laatste paar week ongeveer geschetst hebben, we hebben een higher high neergezet, lokale constructies intact, hè, low, high, higher low, higher high. Higher low, higher high, higher low. Kijk, mensen werden al gelijk weer helemaal bearish vanwege dit candletje hier zo, deze. Maar zoals ik al heb aangegeven, die candle heeft niet zo gek veel waarde zolang je niet hier de market structure break neerzet. Dus ik heb het ook, en dat kun je ook gewoon in de WhatsApp kanaal, kun je het ook terugvinden. Hebben ook mooie updates gepost, vanmorgen ook weer gedaan trouwens. Gelijk even een mooi bruggetje. Zit je nog niet in het gratis WhatsApp kanaal, join die dan ook vooral eventjes. Linkje daarvan staat onder deze video en in de beschrijving naar het gratis WhatsApp kanaal. Klik er even op en je bent lid daarvan. Het is heel gratis en heb je gewoon lekker op WhatsApp met al je berichten en je contact. Heb je ook tegelijkertijd die updates vanuit CryptoCoinTalk, zodat je niet per se een ander platform hoeft te gebruiken. En dan ben je gewoon veel meer op de hoogte van wat er in de markt gebeurt. Dus join die vooral eventjes. Momenteel zitten we al rond de 660 leden. En dat gaat heel hard, want we zijn pas 2,5 week bezig hiermee met dat kanaal. En bij de 1000 mensen in dat kanaal gaan wij 2 cursussen verloten onder de mensen die in het kanaal zitten. Dus join het vooral eventjes. Je kan er veel van opsteken. Het is heel gratis. En je kan ook nog eens leuke dingen winnen. Dus wat houd je er nog tegen om niet dat kanaal te joinen, zou ik zeggen. Dus lokale constructie intact. En dus alle key liquiditeit. En nu mag eindelijk dit dingetje weg. Liquiditeit. We hebben alle liquiditeit opgezocht. En dat zie je ook mooi terug in de liquidation heatmap. Ook de afgelopen periode heel veel aandacht aangeschonken. Ook toen we hier nog aan het bewegen waren. Want toen we hier eenmaal deze low hebben opgezocht, hebben wij in de educatiegroep al aangegeven. Wij verwachten dat we hier lokaal de low hebben neergezet. Omdat we key liquiditeit hebben opgehaald. Hier onder deze low natuurlijk. Maar vooral ook onder deze low. En als de liquiditeit aan de onderkant is opgehaald, voor de mensen die ons al langer volgen, die kennen het inmiddels, dan kun je wel stellen dat de prijs op zoek gaat naar liquiditeit aan de andere kant. En waar lag die aan de andere kant? Dat is boven deze high, boven deze high en boven deze highs. En dat zie je dus ook mooi door die felle kleurtjes die je hier ziet. Dat zijn dus de verwachte liquidatie die je daar kan verwachten. Je ziet dat de prijs doorheen golft, al die liquiditeit pakt. En uiteindelijk dus ook de liquiditeit op de all-time high pakt. Nu is alle liquiditeit weg. En dat brengt ons ook gelijk bij het volgende gevaar wat er dan nu op de loer ligt. Want omdat we nu dus key liquiditeit hebben opgehaald, zowel lokaal hier weer, als ook op de swing high van de 73.949. Je moet nu op gaan passen, want er is een scenario mogelijk dat we lager gaan testen voordat we hoger gaan. Want kijk, het is heel simpel. Als wij sluiten op de daggrafiek boven de 73.949, zou dat dan een hele serieuze stap zijn. Maar de daily kan er bijvoorbeeld boven sluiten en uiteindelijk voor de wekelijkse candle close alsnog stevig eronder sluiten. Dat hebben we natuurlijk vaker gezien. Denk bijvoorbeeld aan hier, dagelijkse candle close erboven en vervolgens de wekelijkse candle close eronder. Dat zou hier potentieel weer kunnen gebeuren.
En dat is niet ondenkbaar, omdat het gewoon een key liquiditeitspunt is. Het is de bovenkant van de range. En zolang je de range niet breekt, is er nog altijd een scenario mogelijk dat je hem gaat vasthouden en dat je dus naar beneden gaat. Dus wat wil je graag zien? Je wil graag een wekelijkse candle close. En niet nip te boven, maar gewoon bam. Hier ergens rond 76k, misschien wel 80k. Gewoon dik te boven, overtuigend. Boven de 73.949 zien. Als we dat doen, dan hebben we in mijn ogen een nieuwe trend te pakken. Dan gaan we vanuit een zijwaarts bewegende markt. Hè, want we hebben natuurlijk eerder getrend. Dit is een trendende markt. Dit is een zijwaarts bewegende markt. Een consoliderende markt. Een rangende markt. Kan allerlei labeltjes aan koppelen. Ga je weer naar een trendende markt. En dat is wat we natuurlijk willen zien. Want dan gaan we in mijn ogen richting, wat we al vaker besproken hebben, het tweede gedeelte van de bullmarkt. De exponentiële groeifase. Met andere woorden, dat altcoins meer initiatief gaan nemen. Dat we dus ook gaan zien uiteindelijk dat de Bitcoin dominantie gaat uittoppen. Dat is wat we willen zien. Dat zagen we ook in de vorige cyclussen gebeuren. Dat een aantal weken nadat we definitief boven de all-time high waren gekomen en gesloten, dus meerdere wekelijkse candle closes, dat dan de altcoin markt echt los begint te komen. En we zagen daar vandaag al een voorproefje van, hè, dat sommige altcoins echt gelijk 20, 25, 30, 40% stegen, terwijl Bitcoin een klein pumpje liet zien. Dat is het voorproefje van wat ons te wachten staat als we echt beginnen met trenden. Maar nogmaals, we zijn er nog niet. We hebben nog geen dagelijkse candle close erboven. We hebben nog geen wekelijkse candle close erboven. En mochten dus nog een pullback gaan zien, schrik dan niet. Want ik denk nog steeds wel dat we gewoon hoog gaan. Betekent alleen dat we lokaal misschien iets van liquiditeit gaan pakken. Dus er is een mogelijkheid dat we bijvoorbeeld een van deze lows gaan pakken. En het zou zelfs nog kunnen. Ik ga er persoonlijk niet van uit. Deze MSB moet nu, de market structure break moet nu deze worden natuurlijk. Omdat we natuurlijk een nieuwe low hebben gecreëerd die ons naar een nieuwe high heeft gebracht. Dit is je MSB nu. Dit is een key leveltje op 66.808. Als je die vasthoudt, is er niks aan de hand. Hè, dus je mag bijvoorbeeld dit zien. Beweging naar beneden. Low ophalen. Sterk tonen. En alsnog doorgaan. Dat is een realistisch scenario. Hè. Dat kan heel goed gebeuren. Dus sta je niet blind op alle euforie die we momenteel zien. Je ziet ook dat de koers nog een beetje faalt om hierboven te breken. Er is toch echt een reëel risico dat we nog een pullback gaan zien. Dus het is niet vanzelfsprekend dat we nu dit gaan doen. Hou dat in je achterhoofd. Ja? Dus mochten we hier gaan falen, mochten we lokaal zwakte gaan zien, hou er rekening mee dat een beweging richting 66.8k en wellicht zelfs lager naar 58.9k is gewoon iets wat mogelijk is. Dat je dus een beetje een soortgelijk scenario krijgt als bij goud. Toen zag ik dat we de all-time high verbraken, daarna nog een flinke pullback gingen zien en daarna pas echt gingen trenden. Dus zeg altijd be like water. Zorg dat je alle opties open houdt en sta je dus niet blind. Oké, nu moeten we dus losgaan. Nee, niks moet. Het is de markt en de markt die bepaalt. En jij kan wel iets willen, maar dat wil niet zeggen dat het ook moet gebeuren. Ja? Dus hou daar alsjeblieft rekening mee. Met dus ook je risicomanagement. Ga niet all in. Ga niet hoge leverage gebruiken. Blijf je risicomanagement hanteren. Het is een blijvende markt. En het is een hele volatiele markt. Dus zorg ervoor dat, kijk, wat bijvoorbeeld kan gebeuren is dat de koers uiteindelijk wel degelijk omhoog gaat, maar dat jij voor die tijd al geliquideerd wordt. Dat je voor die tijd capituleert omdat je weer fors onder water komt te staan, in paniek je posities verkoopt, omdat de koers zoiets gaat doen en dat de koers daarna dit gaat doen. Dus houd het hoofd koel, zit gewoon lekker in spot, heb je mooie winsten behaald, pak af en toe een tp'tje, room wat winsten af. Ongerealiseerde winsten zijn natuurlijk geen echte winsten. Daar kun je rekeningen niet van betalen. Dus ben je content met winsten, pak een stukje winst. En wees ook niet bang om vooral een stukje door te laten lopen. Want als wij hier echt gaan uitbreken, boven een consolidatiefase van, nou laten we zeggen dat we sinds hier erin zitten, 250, 251 dagen. Ja, als je uit gaat breken, ik denk dat 100k echt formaliteit gaat zijn en dat we gewoon veel hoger gaan. Maar er moet dus nog een en ander voor gebeuren. We zijn er nog niet. Boven 73.949 sluiten op de weekgrafiek. Dan gaat bij mij de champagnefles wel los. En tot die tijd ben ik gewoon heel behouden, blijf ik heel rustig en ga ik me vooral niet te druk maken om wat hier lokaal gebeurt. Ook vooral omdat dit vooral toch wel nieuws gedreven is, namelijk het Trump nieuws. En wat we de afgelopen 8 maanden gezien hebben is dat positief nieuws hartstikke mooi is op de korte termijn, maar dat je vaak daarna een full retrace ook weer ziet. Dus ja, hou je kopjes erbij, doe geen gekke dingen, denk aan je risicomanagement en houd dus alle opties open.
Dat was de video voor vandaag. Denk er dus aan, zit je nog niet in het WhatsApp-kanaal? Ja, als het de komende periode echt gaat losbarsten, wil je juist graag wat actiever met de markt betrokken zijn, wat meer updates volgen. Ja, wil je natuurlijk de volledige dienst, raad ik je zeker aan om lid te worden van de educatiegroep. Ga even naar www.cryptocoinetalk.nl natuurlijk, vind je meer informatie. Staat uiteraard ook gewoon in de beschrijving, al die linkjes. Maar heb je iets van, ja, ik wil eerst komen sfeer proeven. Ik wil globaal een beetje kijken van, ja, wat voor updates kun je zo al verwachten. Join dan vooral het gratis WhatsApp-kanaal. Kost je niks, levert je ongetwijfeld een hoop kennis op. En het is ook gewoon leuk om natuurlijk te interacteren met gelijkgestemden. Dus join die vooral eventjes. Smash ook zeker eventjes op die duim als je dit soort content tof vindt. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Laters!